We bekijken de inter-VLAN routing. Dat betekent dat we gaan kijken hoe dat we verschillende VLAN's met elkaar kunnen laten praten. Hè? Dus bijvoorbeeld, je hebt studenten, je hebt administratie. Die willen alle twee naar internet, hè, geconnecteerd worden met die servers. Dus dan gaan ze die VLAN's verbinden met een andere VLAN die dat toegang geeft tot internet. Er zijn verschillende mogelijkheden daarbij. Hè? Dus je kunt eigenlijk op de oude manier gewoon elke VLAN doorkoppelen. Of een router on a stick gebruiken, zoals we dat bij Cisco noemen. Of level 3 switches gebruiken. Dus die gaan we naast elkaar bekijken. Hè? Dus de oude manier is gaan zeggen van, ah, oké, ik ga elke poort van elke VLAN, hè, elke verschillende VLAN, doorkoppelen naar dezelfde VLAN. En dan kunnen die met elkaar babbelen, zeg maar. Hè? De router on the stick is dat je gaat zeggen, ik ga die verschillende poorten gewoon door één poort sturen. Hè? Of je gaat level 3 switches gebruiken, die dat eigenlijk VLAN's verstaan en ook kunnen doorsturen met elkaar. Hè? Dus de oude manier, hè? Dus de oude manier is dat je gaat zeggen van, ah, ik heb hier eigenlijk een VLAN 10, ik heb hier eigenlijk VLAN 20 en ik wil die eigenlijk laten converseren. Hè? Dus, en hoe kan dat dan? Oké, dat kan via een router, hè? Want die verbindt die met elkaar. En dan gaat een lijn leggen voor de ene, een lijn voor de andere. Hè? En dan kan die router eigenlijk gewoon doorsturen tussen die verschillende lijnen. Dat maakt wel dat als je heel veel VLAN's hebt, hè, dat je eigenlijk een aparte poort nodig hebt voor elke VLAN dat je gaat hebben. Hè. Dus dat is eigenlijk geen schaalbare manier om eigenlijk te werken. Hè. Dus een betere manier is om te zeggen van, ah, ik ga een router on a stick gebruiken. Dat betekent, ik ga één lijn gebruiken. Hè. Dus in de vorige configuratie ga je eigenlijk gewoon maar één lijntje hebben tussen die twee. Waardoor dat je zowel een 10 als een 20 kunt gaan sturen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè. Dan kun je dat eigenlijk gewoon zo configureren. En dan kun je ook de router configureren met subinterfaces. Hè? Alsof dat hem een interface heeft per VLAN. Hè? En dan gaat hem die eigenlijk trunken. Dan gaat hem die eigenlijk doorsturen, die VLAN's. Hè? Een andere manier is, en dat is eigenlijk iets wat je moet overdenken in je design. Dat is van, ah ja, ik heb hier eigenlijk een router nodig die alles door gaat sturen. Die verschillende VLAN's gaat doorsturen. Heel veel VLAN's gaat doorsturen, ja, dan heb je misschien wel een layer 3 switch nodig. Een layer 3 switch, die verstaat dat, die kent VLAN's. Dus je kan eigenlijk ook zelf als switch VLAN's gaan doorsturen. Hè? Als je dat dan juist ingesteld krijgt. Hè? Dus je kan bijvoorbeeld hier hè, bij VLAN 10 zien, VLAN 20 zien, hè, die kan dat dan doorsturen. Dat is een beetje zo de optie dat je aan denkt. Hè. Dus wanneer ga je daar eigenlijk voor kiezen? Hè? Dus een layer switch, het voordeel van is dat sneller, hè? Want je hebt geen extra router nodig om dingen door te sturen. Je moet niet naar buiten of zo, hè? Maar het is eigenlijk sneller dan even een router gebruiken. Hè? Het nadeel is, ja, dat kan duurder zijn, maar er tegenover staat, als je een router gaat kiezen die dat heel veel poorten heeft, dus een poort per VLAN bijvoorbeeld, ja, dan kost dat nu ook keiveel geld. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje de afweging dat je eigenlijk gaat maken. Hè? De eerste dingen, de configuratie dat we gaan bekijken, is de router on a stick. Betekent dat je eigenlijk je hebt een aantal switches en die hebben VLAN's. En je gaat eigenlijk één router gebruiken om die switches door te verbinden, om VLAN's door te verbinden. Hè? Dat zijn allemaal trunk lines. Hè? Dus als je verschillende VLAN's hebt, hier bijvoorbeeld een 10, 20, 99, hè? Die worden doorgestuurd tussen die switches, maar ook tussen die routers. Hè? En dat is eigenlijk wat we gaan bekijken als je een router on a stick hebt. Dat is dan één router die dat eigenlijk je informatie gaat doorsturen tussen je verschillende switches. Wat zijn de stappen? Eén op de switch maakt je VLAN's aan, verschillende VLAN's. VLAN's, hè. Je hebt een management interface, hè. Dat betekent dat je kunt zeggen, ah, oké, hier via die interface ga ik mijn switches instellen. En dan gaat je zeggen, ah, dit zijn access ports, daar hangen computers aan. En dit zijn trunk ports, dat zijn switches. Hè. Dat is wat je op de switch gaat doen. Hier wordt het eens overlopen, je hebt VLAN 10, 20, 99, hè, dat ga je instellen. En dan voor de 99 ga je zorgen, oké, dat je dat via remote, hè, bijvoorbeeld dat ik van thuis mijn switch wil instellen,
dan gaat dat via dat IP-adres. En ik heb een gateway, want anders kan die switch nooit naar buiten van het netwerk. Hè. De rest van de poorten kan ik zeggen, dat is accesspoort. Hè. Dat hangt een PC aan, met een bepaalde VLAN. Hè. En ik zet die op, met NoShot. Hè. En zo kan ik eigenlijk dat definiëren. Of, ik heb een trunkpoort, die is verbonden met een andere switch. Hè. Die kan ik met mode trunk doen en opzetten. Dat is eigenlijk de configuratie die ik ga gebruiken. Hè. Voor de router dan, heb je een sub-interface. Daar gaat je zeggen van, ah, deze interface of sub-interface, die gaat eigenlijk meespelen voor VLANs. Hè. Die gaat eigenlijk zorgen dat VLANs worden doorgestuurd. Hè. Dat is dan speciaal een beetje. Je hebt dan bijvoorbeeld bij je gigabit ethernet, heb je poort 10, hè, sub-poort, sub-interface 10, 20. Hè. Dat is niet toevallig, dat is zo, dat is de nummer van de VLAN dat erop hoort. Ook van de management VLAN heb je dat ook, hè, de .1.99. En dan geef je die allemaal een adres op de router. En dan zit de no-shut op de algemene interface. En vanaf dan heeft die router eigenlijk op één lijn, hè, één verbinding op die gigabitlijn, heeft hij eigenlijk gewoon een trunk gemaakt naar alle VLAN's dat er eigenlijk liggen binnen zijn mogelijkheden. Hè. En die kan hem dan eigenlijk doorsturen. Bij laag 3 switches kan je dat eigenlijk, die informatie van VLAN's, kan je eigenlijk ook in de switch instellen. Dus een switch die eigenlijk zo slim is om ook VLAN's te herkennen. Hè. Ja, een aantal dingen dat je dan tegen kunt komen. Hè, dus een aantal commandes dat je kunt geven om te kijken of alles oké is. Dat is het enige eigenlijk. Zeg maar.